Welkom op de beurs 50-plussers. Je ziet, Jan en ik zijn er ook. Korte vraag. We hebben de participatiebeweging opgestart. Wat kan de SP, wat kan trouwens de politiek nog betekenen voor mensen met een beperking van 50-plus? Kijk, het is trouwens wel een hele mooie naam. Het staat natuurlijk haaks op de participatiesamenleving. Maar iedereen die zich daar een beetje in verdiept, weet dat het alleen maar mooie woorden zijn en geen inhoud. Participatiesamenleving slaat sowieso al nergens op, dat is dubbel op. Want in een samenleving zou iedereen al moeten participeren. Dus als je dat dan dubbel op doet, is net als een meepraatoverleg. Maar het meest kwalijke is dat daar iets heel een truc achter zit. Door het een participatiesamenleving te noemen, zegt de regering eigenlijk iedereen moet meedoen. Nou, daar kan niemand op tegen zijn, maar dan verwacht je dat daar ook beleid achter zit, dat iedereen ook de kans krijgt om mee te doen. Nou, en daar gaat het dus helemaal fout. Voldoende werkplekken zijn voor ouderen of voor mensen met een beperking, zodat wij de beschutte werkplekken, dat we die kunnen gaan schrappen. Nou, die nieuwe banen die komen er niet. Sterker nog, er zijn al meer dan 650.000 mensen op zoek naar een baan. Het is toch gewoon een verschuiving van de WSW naar het vrije bedrijf? Want die mensen die blijven gewoon in dienst van die WSW. Het is eigenlijk nog erger. Die hele WSW wordt op deze manier gewoon compleet afgebroken. Het is een verschuiving van de WSW naar de bijstand. Want die nieuwe banen bij bedrijfsleven, die komen er niet of nauwelijks. Vraag het ook aan werkgevers. Die organisaties zeggen ook van, er gaat helemaal niks worden. Maar ondertussen sluiten we wel de beschutte werkplekken en de WSW-plekken. Dus terug even naar de 50-plussers. Ja. De 50-plussers met een beperking. Ik bedoel, is er voor ons nog iets te halen? Normaal gesproken zou je natuurlijk meteen ja moeten zeggen. Maar als je naar het huidige beleid kijkt, dan zijn die mensen gewoon afgeschreven. Zo hard moet je gewoon zijn. Want dat zal de praktijk blijken. Sterker nog, zelfs mensen die gewoon boven de 45, 50 eigenlijk gewoon ontslag hebben gekregen. Dat is de grootste groep, is al langdurig werkloos. Zelfs die hele groep, die komt gewoon nauwelijks meer aan de bak. En als die mensen al ooit eens een keer ergens aan de bak komen, dan zijn het met van die flexbaantjes. Dat ze moeten jobhoppen van hier naar daar. En dan heb ik het nog niet eens over mensen met een beperking. Het Centraal Planbureau heeft aangegeven gisterenmorgen op de radio dat 30% van de Nederlanders niet meer gelooft in de politiek. De politiek moet vernieuwen. Ja, het is alleen jammer dat ze de politiek dan over één kam scheren. Want er zijn wel degelijk partijen die zich daar echt zorgen over maken en met voorstellen komen. Het is natuurlijk van de zotte dat als de werkloosheid oploopt, dat je mensen tot 67 laat doorwerken. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat je sociale werkvoorzieningen gaat sluiten en voor die mensen geen fatsoenlijk alternatief hebt. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat als jij in de bijstand komt, dat de praktijk is dat je daar gewoon niet meer van rond kan komen. Dat zijn politieke keuzes. We hebben er afgelopen jaar wel meer miljonairs bij gekregen. En ondertussen ook meer kinderen die in de armoede moeten opgroeien. Dat zijn politieke keuzes. En mensen moeten daar niet van de politiek wegkijken. Maar die moeten kijken van welke partijen doen er wel iets aan. En welke partijen zijn daar verantwoordelijk voor. Dan ga ik nog een stapje verder. Is het wel bekend dat mensen met een beperking, chronisch zieken, toch veel korter te leven hebben. Mensen met een beperking minder zich kunnen inspannen. Gewoon omdat ze het fysiek niet aankunnen. Ik bedoel, laten we toch even heel eerlijk wezen. En we kijken elkaar diep in de ogen. Het is toch einde verhaal? Nou, kijk, wat hier het probleem is dat eigenlijk door Den Haag bedacht wordt dat die mensen gewoon tot een 67ste bij het reguliere bedrijfsleven, met hooguit met hier en daar een trucje of een quota erbij, dat ze het dan voor elkaar zouden krijgen. Dan heb je echt geen idee waar je het over hebt. Heel veel mensen die zijn boven de 50. Inmiddels al door hun handicap zo vermoeid of zo ver in de problemen dat ze het niet eens meer kunnen. Maar ondertussen worden ze wel geacht om te blijven solliciteren, om te blijven dit, om te blijven dat. Dus het is ook nog gewoon een miskenning van hoe die mensen er daadwerkelijk voor staan. Eigenlijk is dat heel kwalijk. En volgen is niet genoeg. Volgens mij moet heel Nederland hier nou eens aan meedoen. En heel Nederland moet nou eens een keer zorgen dat wij met name op dit terrein een sociaal beleid gaan voeren. Dat mensen gewoon naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving en daar ook gewoon normaal betaald voor worden. Het is heel makkelijk dat ik een leuke baan heb. Ik hoef niet voor mezelf nu te zorgen, want ik zit goed. Maar laten we nou eens zorgen dat iedereen naar vermogen een bijdrage kan leveren aan de samenleving. En dan ook naar vermogen gewoon normaal betaald krijgt. Dank je wel.